Voor wie bent u gekomen? Welke DJ bent u gekomen? Jan van Biesen. Wat vindt u ervan? Bent u al binnen geweest? Met welke bedoelingen komt u naar de Funkio? Ik kom gewoon voor de sfeer. En voor welke DJ bent u gekomen vanavond? Jan van Biesen. Jan van Biesen. Wat is er zo speciaal aan Jan van Biesen? Mixed crew. Goeie plaatjes. Ja, echt oude sfeer erin, funky. Het is rustig, eindelijk crew. Wat komt u hier doen met de Funkio? Feestje bouwen, verklaar u nader. De zaak bekijken, zien hoe dat nog zo goed is als vroeger. Voor welke DJ bent u gekomen vanavond? Jan van Biesen. Ja. Jan van Biesen vooral. Niet speciaal, over de sfeer en voor de mensen. Het eerste Funkio of al meerdere Funkio's gedaan? De volgende in de rij. Dank u wel. Nou, mensen, goedenavond. We staan hier bij Funk en Vanessa. Twee echte Funkio-verslaafden. Met welke beweegheden zijn jullie gekomen vanavond? We wisten niet wat doen. Vanessa. Uit sympathie. Sympathie. Dank u wel. Een goed feestje nog, hè, vanavond. Bedankt. Hè. We staan hier bij E-Phonk. E-Phonk, u hebt de warming-up hier mogen doen op de Funkio Party. Wat vond je er zelf van? Ah, ik vond het heel plezant. Er zijn weinig locaties waar je nog de kans krijgt om echt compleet je grenzen te verkennen. En ik ben heel blij dat ik hier vandaag heb mogen doen. Ik heb van alles gehoord in uw set, ik heb funk gehoord, ik heb diepe house gehoord, ik heb van alles gehoord. Ja, alleen broer, dus de meeste mensen ook die platen kopen met passie, die kopen ook allerlei muziek die ze leuk vinden, van new wave tot inderdaad disco, tot funk, tot soul, tot alles. En zoals ik zei, er zijn heel weinig plaatsen waar je het allemaal kunt draaien. Ik ben heel blij dat Stijn mij gevraagd heeft om dat te doen. Alright, super, bedankt E-Phonk.
Goedenavond Erik. Wat doet u hier, jongen? Ik kom hier op de feest om mezelf te verzatten en rond te schieten met alcohol. Dat is misschien al goed gelukt. Ik ben goed bezig. U bent goed bezig. Wat vind je van de muziek? Ja, het is geen Frans Bauer, maar het is oké. Het is geen Frans Bauer, maar het is oké. Wat verstaan ik eronder? Dat is goed, hè. Goedenavond, Ed. Zoveel is de funk, joh. Wat denk je ervan? Ja, het is goed, maar ik ben niet zo. Dat is zo, het is niet meer hetzelfde. Het is wel heel goed. Het is niet hetzelfde. Het is dikke sfeer, dikke muziek. Wat doet u hier op de funk, joh? Dansen, zopen en dan de wapen naar de gat komen. Heb je al een griet versierd?